Breda Nu. Je weet het meteen. Een gedicht schrijven is niet zo makkelijk als het lijkt. Het is niet gek dat veel mensen moeite hebben met het schrijven van poëtische stukjes. Maar wat komt eruit als je Bredanaars een elfje laat schrijven? Ik wil vandaag eigenlijk iemand die de volgende drie woorden nog wil opschrijven voor ons elfje af te maken. Zou u dat willen? Moet ik daar drie woorden bij zetten? Ja, als u dat wil doen. We hebben een aantal mensen gevonden die bereid waren om ons te helpen. En nu is het aan mij de taak om het berichtje eigenlijk af te maken. Wij hebben een elfje gemaakt met de betrekking op de gedichtendag morgen. Ja. Nou zoeken we nog iemand die het eigenlijk voor het stadhuis wil voorlezen voor ons. Een gedicht? Ja, dus, en dat is dit. Dit is het gedichtje geworden, of het elfje. En vindt u dat goed om dat even voor te lezen voor de... Ja, dat wil ik wel doen. Okay. Breda, trein, winkel. Ik ga shoppen. Ik koop Sarah leeg. Leuk. Breda Nu. Je weet het meteen.